Frans Maas, goedemorgen. Vandaag een bijzondere dag weer. Ja, zeker een bijzondere dag. Ik denk de zwaarste etappe. En degene die vandaag de rit wint, die zou wel eens de Tour kunnen winnen. Dus eindelijk Tour weer erbij. Dus het is een heel bijzondere etappe. Arjan Robben, de gast vandaag. Heeft hij gelijk? Ja, ik ben niet de deskundige, dus ik zal hem absoluut niet tegenspreken. Je bent hier te gast. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Een hele belevenis om een keertje erbij te zijn. En, ik verheug me op deze dag, ja. Was je hier al eens eerder geweest in het grote Tourcircus? Nee, nog niet. Ik heb als klein jongetje wel eens langs de kant gestaan, uiteraard. Maar niet op deze manier. Heb je iets met fietsen? Nou ja, de fiets mag niet mee het veld op, maar... Nee, ik vind fietsen, ik heb wel veel bewondering voor de renners inderdaad. Zou hij een goede renner kunnen zijn, denk je? Nou, ik denk dat het niet handig is als we van hem een renner gaan maken. Hij moet vooral doen wat hij nou mee bezig is en daar kunnen we met z'n allen van genieten. Dus, maar het is goed, denk ik, voor hem een keer afwisseling en te zien wat er in de Tour gebeurt. En ik hoop dat hij een hele leuke dag beleeft. Want vandaag, jij bent de gast, maar jij mag mee met Frans Maassen? Ja, ik mag naast hem zitten, ja. Dus ik ben heel benieuwd. Er zijn heel veel mensen op die berg. Ja, nee, leuk. Ik heb ook wat dat betreft veel geluk volgens mij dat het inderdaad de mooiste etappe is. Dus nou, ik zal ervan gaan genieten. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel.